Mijn naam is Alain Garnier, nummer 4 van Partij Veilig Maastricht. Partij Veilig Maastricht heeft, zoals de naam eigenlijk al verklapt, veiligheid hoog in het vaandel staan. Het gaat hier niet alleen om veiligheid in de letterlijke zin van het woord, maar ook de andere vormen van veiligheid, zoals geborgenheid en ruimte hebben om zonder enige vorm van beperking te uiten hoe je bent en wie je bent. Partij Veilig Maastricht is hier vanavond aanwezig omdat we het niet meer dan normaal vinden uit te dragen dat iedereen. Ongeacht geaardheid erbij hoort. En daarom is inclusief beleid voor ons extreem belangrijk. Het dient verankerd te worden in de wijze waarop de gemeente als organisatie functioneert. Het moet als een standaard reflex aanwezig zijn. Discriminatie op meerdere gronden is iets dat niet altijd even goed zichtbaar is. En voor iemand die er niet mee te maken heeft, moeilijk om een voorstelling bij te maken. Stel je maar eens voor dat je als moslimvluchteling anders geaard bent en terechtkomt in een omgeving waar dit feitelijk niet geaccepteerd wordt. Of waarin je je beter juist klein houdt. Juist in deze situaties moet de gemeente in de bres springen. Partij Veilig Maastricht vindt het ook ontzettend belangrijk om de veiligheid te bevorderen. Want zoals gezegd, het zit in onze naam. Het is zaak dat we geweld voorkomen door al vroeg uitleg en scholing te geven. Partij Veilig Maastricht tolereert geen enkele vorm van pesten of geweld... In mijn ogen is de overheid hier in mijn tijd op school en zeker de middelbare school ernstig tekortgeschoten. Het was simpelweg geen thema. Jongeren bleven vooral in de kast. Dat is gelukkig veranderd, maar we zijn er nog niet. Het is zaak dat we met duidelijke beleidspunten educatie over het thema op een structurele manier gaan verankeren. Om op het thema educatie in te haken, dat geldt ook voor beleidsmedewerkers uit allerlei lagen van de gemeentelijke organisatie. Ze zullen bijgeschoold en getraind moeten worden. We zijn het eens met het feit dat een gemeente zoveel mogelijk genderinclusief moet werken. En voor ons is het eigenlijk heel simpel. Iedere maatregel die ervoor zorgt dat de LHBTI-gemeenschap zich nog meer thuis voelt in Maastricht, die moet doorgevoerd worden. We zullen echter op een zeer frequente manier moeten meten of ons beleid bijgestuurd moet worden. Zijn we wel op de goede weg? Wat lukt nog niet goed? En zijn er nieuwe behoeftes? Voor Partij Veilig Maastricht betekent dit dat in het akkoord voor de komende vier jaar vastgelegd moet worden wat er moet gebeuren en dat dit dan ook nauw opgevolgd moet worden. Daarbij zal de COC een belangrijke partner voor ons zijn. En voor Partij Veilig Maastricht geldt altijd dat onze inwoners blij moeten zijn met hetgeen wat wij voor hen doen. We zitten voor jullie in de raad, niet voor onszelf. Is er een behoefte of een hulpvraag, dan zullen we ons best doen daarin te voorzien. Een roze lopercertificaat hoort daar voor ons als vanzelfsprekend bij. En het is absoluut vreemd dat we hier nog niet aan voldoen. Partij veilig Maastricht geeft zelf ook het goede voorbeeld. Door een luisterend oor te zijn voor de LHBTI-gemeenschap en samen nieuwe stappen te zetten. Onze lijst bevat niet voor niets meerdere personen uit de LHBTI-gemeenschap. En dat maakt het bovendien reuze gezellig. Stem 14, 15 of 16 maart lijst 8. Alain Garnier, Partij Veilig Maastricht, nummer 4. Dank je wel.